Daar zijn we weer. En daar is hij ook weer. Uit chaos geboren soort chaos Elphilis. Yo, Nintendo fans. De moeilijkste baas in Kirby en de Vergeten Wereld is de laatste baas uit deze ultieme beker Z. Gelukkig heb ik een aantal tips voor jullie om hem toch te halen, zodat jij Kirby 100% uit kan spelen. Als eerst zorg je dat je dit zwaard volledig hebt geüpgrade naar het Morpho Knight zwaard. Gewoon de game spelen, dan krijg je die op een gegeven moment vanzelf. Want hiermee kan je teleporteren en iedere keer dat je tegenstander een X aantal keer slaat, krijg je wat HP erbij. En geloof me, dat heb je nodig. Voordat je aan de beker begint, koop je even een Maxime tomaat. En die ga je niet hier opeten, die neem je mee, zodat je die later nog een keertje kan gebruiken. Op het moment dat je HP bijna helemaal op is, kan je namelijk je HP helemaal weer aanvullen met deze Maxime tomaat. Dat doe je pas in het gevecht met de laatste baas, niet eerder gebruiken. Ik heb hem dus al één keer gehaald op twitch.tv/Rickachu in 38 minuten 33 seconden. En in deze video ga ik jullie vooral de laatste baas laten zien. Dus als je wil zien hoe je dat doet, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Let's go. De ultieme beker Z. Je hebt hier 6 kleine tomaatjes. Dat is het enige wat je krijgt qua healing. En alleen daarom heb je eigenlijk deze kracht van Kirby al nodig, omdat hij dus zelf ook een beetje hield. We moeten als eerst tegen de boom. En we gaan gewoon knijtersnel richting die boom. En dan gaan we onze slag opladen naar het mega zwaard. En dan boom. Dan slaan we hem een paar keer. Dan krijgt hij heel veel pijn. Oh, dan krijg ik ook een beetje pijn. Ik moet wel een beetje oppassen dat ik niet gelijk allemaal damage krijg. Ik ben nog gelijk een beetje geraakt. En eigenlijk moest je er dus voor zorgen dat je helemaal niet geraakt wordt. Want dat is lastig. Oh, dat is een probleem. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Dat je heel weinig geraakt wordt. Maar goed, oké, let's go. We gaan hier naartoe. Ik zie dat hij begint te blazen zo langzamerhand, denk ik. Nee, begin je niet te blazen? Ik dacht dat je ging blazen. Ga je niet blazen? Wat ga je dan doen? Oh, je gaat die gooien. Ja, top. Kijk, ik heb alweer een klein beetje healing erbij gekregen nu. Helemaal goed. We maken hem langzaamaan kapot. We staan achter zijn tentakels en ja, hoppakee. Doei, boompie. Nu komt gelijk een moeilijke. Nou, hier ga ik gelijk eventjes naar achteren, zodat ik mijn slag oplaad. En dan gelijk, boom, al deze vosjes kan slopen. En belangrijk is dat je dus je geduld houdt, hè. Kijk, King Dedede gaat van alles en nog wat doen. Hij komt hier, oh, hij komt een paar keer op me afspringen. Ik ben gelijk mijn kracht kwijt. En eigenlijk moet je gewoon heel rustig aan doen. Gewoon kijken wat hij doet. Hij wil mij slaan. Nou, helemaal dikke prima. Ik ga gewoon rondjes om hem heen draaien. Zo, la 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 la. Geduld houden. Eén keer slaan. En dan weer weg. En dan zorg dat hij je niet raakt. Hij raakt mij veel te veel nu. Ik krijg weer wat HP terug. Hij begint nu deze dingen te slaan. Helemaal goed. Dan kan ik hem weer rustig slaan. En weg. En weg. En ja, weg. Kijk. Top. Dit gaat helemaal goed. Hij zit lekker vast. En dat is een beetje wat je doet. Gewoon geduld houden. En zorgen dat je op tijd weg bent. En dan zie je dat de tijd ook wat vertraagt als je dit goed timed. En dan is dat super chill. Want dan kun je hem dus wel raken. Ja, dat is dus een beetje hoe je doet. Gewoon lekker geduldig zijn. Tijdens elke battle. En je kansen pakken. Veel bazen doen ook aanvallen recht vooruit. En dat is eigenlijk super handig. Want als ze recht vooruit aanvallen, betekent dat jij achter hun kan komen te staan. En hun van de achterkant raakt. Kijk, hij moet nu best wel draaien. Voordat hij eens een keer mij kan gaan raken. Zo. En als het goed is, gaat hij nu nog een keer slaan. En nog een keer. En nog één keer. En dan is het volgens mij klaar. Nu stopt hij ermee. Dan kan ik hem weer gaan slaan. Ga je nu weer zo slaan? Ja. Ja, kijk hem, hij gaat helemaal los. Helemaal los. Gewoon wachten. Wachten tot hij klaar is. En dan, hoppakee. Oh, hij is nog niet klaar. Ik dacht dat hij al klaar was. Maar hij is nog niet klaar. Wel bijna. En dan ben ik nu wel helemaal klaar. Geduld houden. Veel onder de grond bij dit soort bazen. En dan zie je dat je eigenlijk bijna niet geraakt wordt. Zo pak je letterlijk iedere baas aan. Behalve misschien deze, want hier wil je gewoon heel snel eigenlijk je kracht opladen dat je een mega zwaard hebt. En dan... Ah, ja, lukte mij net niet. Ik had net iets sneller moeten zijn. Ik denk dat hij nu wel weer duizelig is. Ja, dan kunnen we hem weer gaan raken. En kapot. Oké. Ik ben veel te veel geraakt hier, jongens. Nu gelijk mijn slag opladen voor deze chick. Voor Florina. Hoppakee. En als je je slag dus oplaadt, ja, dan gaat het wel heel hard. Dan kunnen we gelijk nog een keer slaan. En Florina is weg. Dus probeer dat bij deze bazen, waarin je de twee achter elkaar moet verslaan. Je slag opladen om gewoon keihard uit te halen. En op deze manier kan je eigenlijk alle bazen wel verslaan. Nou, ik kom zo bij jullie terug bij de laatste baas. Thank you.
Zo, de laatste gevecht was even een zware bevalling. Ik heb alle healing items ook echt nodig om weer full HP te worden. Maar dit is dan de laatste baas. Daar zijn we weer. En daar is hij ook weer. Uit chaos geboren soort chaos Elphilis. En het belangrijkste is geduld. Geduld. Rustig aan. Kijk, waarschijnlijk gaat hij mij nu een paar keer aanvallen. Dat doet hij nu. In het begin doet hij dat 2 keer. Dan vervolgens na die 2 keer kan je hem gaan slaan. Begint hij, ja, deze aanval doet hij. Dat is wel, deze is heel makkelijk te ontwijken. Op een gegeven moment staat hij stil. En dan weet je dat je hem kan slaan. Dus zo, hoppakee. Nu weer geduld. 1 keer gaat hij slaan. En 2 keer gaat hij slaan. En na die 2 keer kunnen wij weer aanvallen. Later gaat hij dit 3 en 4 keer doen. Hij doet het nu zelfs al 3 keer, zie je. Hij doet het nu al 3 keer. Oké, helemaal goed. Nu komt hij met een lange afstand aanval. Die doet hij ook 2 keer. Daarna kunnen we hem gaan slaan. Nu pakt hij zijn afstand. Ik weet niet precies wat hij gaat doen, want er kunnen verschillende dingen zijn. Hij teleporteert naar mij toe en dan gaat hij mij weer aanvallen. Maar nu komt hij, oh ja, uit een interdimensional space komt hij nu. Dat doet hij iets van 5 keer. Je kan gewoon lekker onder de grond gaan en dit lekker een beetje zo ontwijken. En bij de laatste keer ga je gewoon alvast een klein beetje met hem mee. Ik doe het niet helemaal goed nu, maar als je goed met hem meegaat, kan je hem gelijk een paar keer slaan. Nou, we zijn nu op 1/5 ongeveer. Nu gaat hij zijn zwaarden gooien. Helemaal prima. Die kan je best wel makkelijk ontwijken. Gewoon lekker zo onder de grond gaan. Oh, en af en toe dan raakt eentje je. Maar die blok je dan als je gewoon R ingedrukt houdt. Nu gaat hij mij weer slaan. Dat doet hij denk ik nu 3 keer. Denk ik hoor. Nee, 2 keer maar. Oké, nu doet hij het weer 2 keer. Helemaal goed. Gaat hij nu mij de lange afstand aanval doen. Die doet hij altijd 2 keer. En daarna doet hij nog een aanvalletje nu. En nu gaat hij de grond in. Dit is wel een tricky aanval. Die moet je even goed ontwijken. Maar als je hem ontwijkt, ja, dan heb je ook gelijk tijd om hem weer te slaan. Nu doet hij wat zwaarder in de grond. Dan kan je best gewoon eventjes zo in de lucht gaan. Even rustig gaan. Niet te gierig zijn bij deze aanval. Want als je te vroeg naar beneden gaat, dan word je alsnog geraakt door zo'n straal. Dus rustig gaan. Gewoon chill. Je hebt alle tijd. Oef, deze ontweek ik niet. Niet helemaal lekker, want ik was net niet op tijd met onder de grond gaan. Hij doet hem nog een keer, nu wel. En nu zie je dat de tijd weer wat langzamer gaat. En dan heb ik ook wat meer tijd om hem te raken. En ik raak hem gelijk goed, joh. Ik raak hem gelijk heel goed. Heel veel tijd om je slag op te laden heb je niet tijdens deze baas. Dus die aanval die zou je niet zo heel vaak kunnen doen. Jammer genoeg. Want die zijn natuurlijk super sterk als je je slag oplaadt. Maar daarentegen, we slaan hem gewoon heel vaak zo 3 keer. En dan gaat het dikke prima. Want als je je slag wil opladen, dan ben je meestal net... Heb je net iets te veel tijd nodig om hem te slaan. Waardoor hij wegteleporteert en je hem helemaal niet kan raken. Dus dat is jammer. Oké, nu heeft hij zijn afstand genomen. Want hij is nog maar op 1/3 ongeveer. En dan gaat hij een aanval doen vanaf de zijkant. Met een heel groot zwaard. Nou, dat is vrij makkelijk. Je ziet hem aankomen. Als hij buiten beeld is, dan ga je gewoon lekker onder de grond. En dan zal hij je niet raken hiermee. Soms doet hij hem 2 keer. Nu niet. Nu gaat hij zijn zwaardjes gooien. Helemaal prima. En nu komt hij weer heel snel met dat zwaard erachteraan. Helemaal goed. Die hebben we ook weer ontweken. En dan komt hij mij weer aanvallen. Ik ga eens kijken of ik mijn slag nu op kan laden. Ik kan hem nu wel opladen. En ik kan hem... Ja, ik raakte hem nog net. Maar ik raakte hem niet goed zoals je zag. Nu, dit is een tricky ding. Nu moeten we gaan zoeken welke de echte Elphilin is. Anders gaat hij healen. Ik denk dat dit hem is. Je kan zien waar de cirkel naartoe gaat. Waar de cirkel naartoe gaat, dat is de echte Elphilin. En dat was inderdaad deze. Ik was net niet op tijd zo te zien. En nu moet ik niet te gierig doen. Ik moet eventjes rustig aan doen, zodat ik lekker veel HP hou. Hij begint lekker erop los te slaan nu ook gelijk. Mijn emmertje gebruik ik nog niet. Die gebruik ik pas in de laatste fase eventueel. Als ik dan nog leef. Ik ga er natuurlijk vanuit dat ik dan nog wel leef. Ondertussen slaan we hem gewoon rustig. Proberen we mijn HP weer een klein beetje terug te krijgen. Ik denk dat hij nu van een afstand mij aankomt vallen. Nee? Hij gaat nu... Oh ja, deze. Dit zijn de grote stralen. Ik wacht altijd even tot hij bij de laatste straal is. En dan ga ik helemaal er doorheen, zodat ik niet geraakt word. En vervolgens gaat hij nog meestal allerlei andere aanvallen doen met die stralen. Doet hij nu trouwens niet? Nou, dan niet. Dan gaan we gewoon lekker zo deze even ontwijken in de lucht. En dat doet hij altijd 2 keer. Rustig gaan. En op het laatst kunnen we hem in de lucht nog eventjes raken. Nou, wat gaat hij nu doen? Hij gaat nu weer... Oh, deze van een afstandje doen. Dat is jammer, want dan kan ik hem niet raken. En... Oh, rotsblokken. Rotsblokken. Heel veel rotsblokken. Gewoon lekker onder de grond gaan, dan kan je niet heel veel gebeuren. De laatste rotsblok is volgens mij een grote rotsblok. Nee, die doet hij niet. Oké, cool. Dan komt hij mij weer aanvallen. Doet hij nu 3 keer volgens mij? 4 keer doet hij dat. Ik had beter nog eventjes kunnen wachten. Hij deed hem 4 keer. Nou, maakt ook niet uit. Zijn we weer een keertje geraakt. Vindt hij ook leuk, joh, als we een keertje geraakt worden. Ja, want nu komt hij met zijn zwaard trouwens. Die moet je in de gaten houden. Die is super gemeen. Dan denk je van, oh, waarom sta je daar nou te chillen? Maar ondertussen gaat hij met zijn grote zwaard gaat hij jou aanvallen. Als hij je daarmee raakt, dan raakt hij je trouwens best wel hard. Dus die wil je eigenlijk het liefst zo vaak mogelijk gewoon ontwijken. Nu komt het zwaard nog een keer.
En dan gaat hij nog een keer van die kleine zwaardjes gooien. Die blijven ook lekker ontwijken. Helemaal prima. En dan denk ik dat hij straks hier aankomt vliegen. Nog één keer het grote zwaard. En dan is het wel klaar, denk ik, met die lange afstand aanvallen. Ik denk dat hij zo langzamerhand wel weer terug wil komen. Ja, kijk, daar is hij weer. En nu kunnen we hem lekker gaan slaan. Hotseflots. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We zijn weer full HP. Heerlijk. Hij is bijna down. Maar dit is pas fase 1. Hij heeft nog meer fases. Dus we zijn er nog niet. Je denkt dat dit makkelijk is, maar dit is helemaal niet makkelijk. Dus even kijken. Wat ga je doen? Oh, dit is weer deze doet hij inderdaad altijd. Die stralen. En dan probeert hij jou te raken door een kruis in te stellen. Op zich vrij makkelijk te herkennen waar de stralen komen. Gewoon lekker ontwijken. Lekker onder de grond chillen. En daarna komt hij weer terug. Oh, dan gaat hij zijn interdimensional aanvallen doen. En hierna is het klaar met hem. Want bij de laatste interdimensional aanval ga ik hem gewoon keihard raken. Want die eindigt namelijk hier zo, precies waar ik sta. En dan is het klaar met de eerste fase van Elvis. En zo zie je, met deze power-up voor Kirby is dit helemaal niet zo moeilijk. Je wil nu trouwens, als je hem hebt geraakt, gelijk wegrennen. We gaan hem eventjes pakken. We willen hem eigenlijk overnemen. We willen hem zo slopen. Of nou ja, we willen die bol eigenlijk van zijn rug lostrekken. Dat is wat we willen doen, zodat die bol loskomt. Alleen die bol is super gevaarlijk. Je wilt eigenlijk gelijk weglopen van die bol. Want die bol die begint nu met een zwart gat. En als je daarin wordt getrokken, verlies je gelijk de helft van de HP. Dat overkwam mij dus toen ik deze baas voor de eerste keer deed. Toen was ik gelijk de helft van mijn HP krijgen. Dus gelijk lekker weglopen. Zodat je niet in het zwarte gat wordt getrokken. Heel belangrijk. En vervolgens kan je hem gelijk proberen te gaan raken. Eén keertje. Nu doet hij deze aanval heel vaak. Als je die goed ontwijkt, dan zou je hem daarna kunnen raken. Wees niet te gierig. Doe rustig aan. Want die aanval die raakt je eigenlijk best wel hard. Dit is een hele sterke aanval. Als die je raakt, dan ben je best wel de Sjaak. Je ziet dat hij hem nu ook sneller achter elkaar doet. Dat is een probleem. Hij heeft mij ook één keer geraakt blijkbaar nu. Okay, gaat hij een beetje teleporteren? Hier kan je in teleporteren. Dus als hij die aanval doet, ja, dan moet je dat wel goed doen. En niet jezelf kapot maken. Deze aanval, die wil je eigenlijk gewoon continu lekker ontwijken. Tot het moment dat die stralen allemaal weer in één rechte lijn staan. Dan kan je naar hem toe gaan en dan kan je hem een paar keer raken. Tot die tijd wil je gewoon lekker onder de grond een beetje warpen. En dit is de tijd dat hij klaar is. En nu gaan we hem raken. En weer weg. We gaan hem weer een paar keer raken. En weer weg. Net zo lang tot je zijn HP bijna kapot hebt. Gaat prima. Wel juist timen. Het geeft mij weer wat meer tijd om hem te raken. Nu gaat hij het een paar keer sneller doen. Dus nu moeten wij echt ook snel zijn. En dan nu. Dit is de laatste fase van de baas. Nu wordt hij een of andere grote vuurbaljongen. Ik wist de eerste keer ook niet wat ik moest doen. Dus dat was even afwachten. Hij slaat niet in. Hij vliegt even over je heen. Dan maakt hij hier een rotsblok kapot. En je wil eigenlijk op de rotsblokken klimmen straks. Eerst wil je ze ontwijken. Want eerst worden ze keihard hierin gegooid. En dan zie je nu dat die rotsblokken naast elkaar staan. Je wil met Kirby op de hoogste rotsblok. En dan lekker een beetje zo springen. Nou ja, het laatste springen dat hoeft eigenlijk niet. Dat doe ik gewoon zelf. Maar je wil in ieder geval op de hoogste rotsblok komen te staan. Zodat die onder jou langs gaat. Hop, hop, hop en hop. En dan kan je eigenlijk ook gewoon hier opstaan. Je wordt niet geraakt. Zo. Nu is de tijd dat je hem weer aan kan vallen. Want nu gaat hij weer normaal doen. Ik weet even niet meer wat dit is. Oh ja, dit zijn heel veel raketaanvallen die hij op je gooit. Ja, ik ben zo blij met deze power-up. Zonder deze power-up zou het nooit lukken. Ik weet even niet wat er nu allemaal gebeurt. Het zou best kunnen dat hij ook nog een keer een zwart gat gaat doen. Hij wordt nu een grote stuiterbal. Oh ja, die stuiterbal die kan je ook best wel goed raken. Gewoon naar hem toe warpen. En dan op, tot een beetje slaan zo. Doet hij denk ik 3 keer. Ja. Of 4 keer zelfs? Nee, 3 keer. Eventjes mijn afstand, want ik weet niet wat hij gaat doen. Oké, dit. Nou, helemaal goed. Dat weten jullie. Gewoon lekker zo warpen onder de grond door. Hotseflots. Lekker rondjes draaien tot hij klaar is. En dan gaan we hem straks eens even een paar keer goed raken. Je hoeft trouwens niet te springen om hem te raken. Ik doe dat zelf altijd wel. Maar je kan ook gewoon hier zo onder hem staan. En dan gewoon slaan. Moeizaam is dit, maar het gaat nog steeds redelijk, denk ik. Ja, ik heb een klein beetje HP erbij gekregen. En ik ga weer eventjes mijn afstand nemen. Omdat ik dus niet weet wat hij gaat doen. Hij gaat nu keihard schieten. Helemaal goed. Ik warp dus daarmee naar hem toe. Elke keer, zodat ik hem daarna kan raken. Hier is weer het zwarte gat. Niet onder de grond gaan. Alleen weglopen. Als je onder de grond gaat, dan word je er alsnog ingezogen. En dat is niet wat je wil. Dan heb je namelijk één growth probleem. Nou,
Nu weer hetzelfde. Die twee aanvallen, rotsblokken op de grond. Gewoon kijken waar de schaduwen zijn en niet in de schaduwen gaan staan. Super easy. En dan hierop klimmen. Ots, ots, ots. Ja, oké. Dat doet hij dan denk ik weer twee keer. Nu komen de rotsblokken weer volgens mij. Ja, rotsblonkies. Helemaal goed. Gewoon een beetje chillen. Kijken waar de laagste rondsblonk ei is. Hier, hier, hier. En dan de hoogste is hier. Gaan we weer opstaan. En dan komt hij weer in zijn normale vormpje terug in het midden. Als het goed is. Bijna in het midden. Dan kan je weer gaan slaan. Wel even rustig aan. Even kijken wat hij gaat doen. Hier ben ik altijd wel blij mee. Want hier word ik echt nooit mee geraakt. Zal je zien dat ik nu wel geraakt word? Nee, maar in principe als je gewoon lekker rond blijft warpen. Dan kan hier niet heel veel met je gebeuren. Dan komt dit helemaal goed. En dan gaan we hem weer een paar keer slaan. Huts, 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 huts. Oké, is een trippy aanval weer. Daarvoor geldt ook weer lekker onder de grond. Dit is weinig succesvol, grote bol. Ik weet niet waarom je dit nog doet. Dit is niet slim. Dit is niet slim, want misschien heb ik je nu. Misschien heb ik je nu. Of misschien nog net niet. Ik weet het niet. Heb ik je nu? Ik heb je nu, hè. Ik heb je nu. Ah, ja, ik heb je nu. En dit is eigenlijk dus... hoe je toch wel makkelijk de allermoeilijkste baas in Kirby kan verslaan. Zonder voorbereiding, met de verkeerde power-up, is deze echt super moeilijk. Maar als je zo onder de grond kan gaan, ja, dan is ook deze baas uiteindelijk met deze power-up, die eigenlijk veel te sterk is, toch wel simpel. Nou, dit was dan denk ik echt, echt, echt de allerlaatste Kirby-video. We kunnen natuurlijk nog alle Waddle Dees gaan redden, maar ik denk niet dat het heel boeiend is voor jullie om naar te kijken. Ik vond Kirby en de Vergeten Wereld... en het vergeten land. En ik vergeet altijd de titel. Net zo vergeetachtig als de titel van deze game. Maar ik vind het echt een hele leuke game. Eigenlijk, dit is de leukste Kirby game die ik ooit gespeeld heb in mijn leven. De andere Kirby game voor de Switch vond ik helemaal niet zo boeiend. Want die was veel te makkelijk. Deze... is super leuk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, jongens. Laat even weten in de reacties wat jullie van deze game vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En als je van Nintendo houdt. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!